Ah, het sneeuwt hier boven op het dak. Komt allemaal witte rommel naar mij toe gevlogen. Ja. Maar dan... Nee, engeltjes, jongen. Engeltjes. Wow. Maar het is ook zo lelijk in de vette, jongen. Die stad die je daar ziet, kom je nooit in. 100% dat je nooit in die grote stad komt. Nee, want dat is veilig. Ja, inderdaad. Daarom is er ook brand, maar... dat is geen zachte verandering. Look voor de airdrop. Oh ja, we moeten een airdrop vangen, of pakken even. Ja. Oh, mevrouw de zombie is wakker. Mevrouw de zombie moet zwijgen. Ja. Mee eens. Ik ga sterren. Save the survivor. Moet dat? Gaan we die helpen? Oh nee, ja. Maar dat lijkt op een illegaal. Maar die nu nog blijven janken of wat? Zie je niet dat wij bezig zijn? Wil precies niet dood van die jongen? Hè? Nee, die ene wil echt niet dood van. Nou wel. Hij is al dood, kalm. Jij, yeah, we hebben extra dingen. Oeh, reward cash. Hij heeft ons cash gegeven. Wow. Een aardige jongeman. Hallo, ja, we komen onder stroom. Kom eens hier, zombie. Die zombie aan het wegrennen. Oh, nice. Sparkle. Sparkle, sparkle, standje. Sorry. Kijk jongen, peace. Wow, wow, die bleef echt... Damn! Die bleef echt spastisch aan doen, ja, maar die leeft nog. Nu niet meer. Als je dood, stik je helemaal geloot. Ah, wat de fuck, bij mij niet. Bij mij kan ze nog weer naar boven. Zelfs dat is niet zink. Oh, wow, wat voor modus heb ik opeens dan? Ik heb een of andere X-ray modus. Dat is die van Sniper Elite, maar iets in die trant. Wat? Nou, dat was echt raar toen ik die op de bakken sloeg. Wacht, vaas gaat van het balkon afdonderen, of van het dak afdonderen. Haha, doezer. Metal part. Jij wordt geschokt. Au, 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 ik ook. Hoe jouw schot, dat ziet er niet uit, je raakt het hele ding niet. Dat ziet er zo begonnen. Wat is echt het dansje? La 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 la. Zou die al dood gaan? Ja, die is wel alleen dood. Airdrop die komt alleen s'nachts en die komt deze nacht. Oh nee. Ja, daar moeten wij naartoe. Yay. Ah, hier is een statue, een zombie statue. In dat laadje. Ja, daar is een ding al op gepakt tutorial. Ah, oké. Okay. Ja, toen ben ik er ook wel doorheen gekomen, maar van die 3 keer, de laatste keer was een beetje snel zo maar, dus daar heb ik niks aan. Ja. Maar dat is te begrijpen. Ik snap trouwens niet waarom staan alle ambulances hier 112. Oeh, die kun je lockpicken. Met dat raam. 112 niet. Bij ons wel. Ja, bij jullie, in België, in Nederland ook. Maar in Duitsland of zo is het een ander nummer volgens mij. Maar we zijn ook niet in Duitsland nu. Nee, waar zijn we dan? Ik weet dat niet hoor, in China. Oh, medkit. Ik mocht die niet oppakken voordat jij die had opgepakt. En er loopt gewoon een zombie weg van ons. Die is bang. Waarschijnlijk. Huh? Een lockpick. Oh, nagels. Koffie. Waarom heeft zij koffie mee? Hoeveel metal parts? Zo fucking laggy. Oh. Ach, dit is de fucking safehouse, ja. Oh, we mogen naar de andere kant van de brug even. Oh, er gaat iemand van het dak afspringen. Oh, daar komt het. Zonder armen, dit wordt leuk. Oh, oh, oh. Oh, dat we naar de andere kant van het ding mogen, van de snelweg ding. Oh, wow. Dat was echt mooi, hij had geen armen meer. Hij donderde eerst daar vanaf op de overkappingje, zeg maar, en toen vol met zijn pakjes op de grond. Dat was echt mooi. Die waren toch keiveel zombies in die trailer, waar zijn die? Ja, die waren er net ook, maar waar die naar het huis staan weet ik niet. Find the airdrop. Oh, we kunnen zelfs een... Oh, wacht, hier zit een... Oh, string! Yay! Ik kan een molotov maken. Money, money, money. Ah, wacht. Ik heb haar gedaan. Dan moet jij accepten. De airdrop vinden. We moeten zoeken, blijkbaar, in een gebied. Dat is story missie. Be first at the airdrop. Het is fijn dat ik ook in een fucking bus sta. Nou, ik ook. Ah, oké. Okay. Nee, ik dacht dat jij buiten stond. You took the lead. Oh, you lost the lead. Crane, 3/4 of all airdrops fall in the cauldron. So if you start from there, you'll have the best. Waarom ren jij sneller dan mij? Ik ren achter jou, maar jij rent sneller. On my way. Oh. I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Most of the. And there's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Oh, 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 ow, 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 ow. Sommigen zijn oud. En zombies auw? Zombies zijn auw. Ik kan je niet opklimmen, godverdomme. Oh, dat is in de juiste kist. Wacht, ik stond ernaast, denk ik. Ah ja, stond er ook al. Oh, er zit niks in. Oh, what the fuck? Dat zie jij eerder dan mij. Dat zag jij serieus eerder dan mij. Bij mij moest hij die kist toch openen. Nee, dat zie ik niet. Ik ben opeens blind geworden. Oh no. Oh, for fuck's sake. Oh, dat gaat pijn doen. Auw. Oh, mooi. Oh, plastic. Nooit zo blij geweest met plastic. Oh, game, kom op jongen, fietsen er eens even wat meer FPS uit jongen, laat mijn kaart eens wat doen, godverdomme. Dat is echt belachelijk jongen. FPS is zo fucking laag op het moment. Shit. Waar komen jullie ineens vandaan? Dat weet ik niet. Oh, hi. Die FPS, what the fuck, die FPS is lager en lager aan het gaan joh. Wat? Die FPS met die zombies hier, dat zit gewoon onder de 20 nu. Zit serieus op 14 FPS. Mijn kaart is voor 20% die ze aan het doen. Oh oh. Oh, ik kan tegen mijn bakken aan. We moeten de second vinden eigenlijk. Ah. Maar waarom is dat game jongen? Wauw, dit is echt... We zijn aan het ouwe. Aan het oude doen. Zombie was bij het omhoog. Oh, dat had ik net ook. Toen je helpt op even rachen. Maar dit is echt niet te doen jongens. Deze kant op krijgt, dan is je FPS echt zo belachelijk laag opeens. Ja. Hier gewoon, hier waar we nou naartoe lopen. Dat is echt gewoon 14 FPS of zo. Mijn kaart doet niks. Mijn kaart doet echt gewoon helemaal niks. Oh? Dus, ja, sorry dat dit heel laggy is. 23%. Oh, die van mij 14. Oh? Net zoveel als de FPS. Nee. Ik weet niet wat we moeten doen. Rush to the second airdrop. Kun jij gewoon doorrennen? Wat is dat voor lelijkheid? Jij kunt doorrennen en ik sta hier stil tussen de zombies. Waarom heb je die dingen niet gedaan? Waar? Rusje, ja. Daar naartoe, ja. Wou ik. Waarom is dat water rood? Oh nee, dat is airdrop, laat maar. Oh, stroom. Oh, oh. Metal. Plastic. Ik doe aan dat we allebei iets anders uit krijgen. Waar is dat ding? Auw. Hier ergens? Ik zie niet eens meer een meter ofzo. Nee, ik ook niet. Moeten we niet gewoon die smoke volgen? Oh, fuck jongen. Waar de fuck kwam die smoke net vandaan? Oh, voor fuck's sake, jongen, klim. Al pakken. Jee, agility level up. Zie jij dat ding ergens? Nee, ik was ook helemaal naar beneden gevallen. Ik zit nu echt naar boven aan het klimmen om eens te kijken. Ja, dat ben ik ook kunnen doen, maar ik kan me dit nog herinneren van de trailer. Ja dan. Dan was het ergens beneden. Naast een grote zombie. Ik ga even mijn skill upgraden. What the fuck gebeurde daar allemaal in? Oeps. Ik ben wel binnen. Nou nee, ik viel ergens op, zeg maar. Op een dak, wat vervolgens instortte. Ah, hier ligt hij. Even kijken, kom maar aan. Uh-oh. Ah, daar wel, achter dat dak. Oh, hey. Wow. Wow, wat gebeurt daar, jongen? Huh? Wat? Die vloog godverdomme heel dit cirkel hier rond, jongen. What the fuck? Die vloog hier helemaal over, dan ging hij terug naar u, dan vloog hij helemaal door de trap en dan kwam hij terug. Dat ging echt eng uit, jongen. Ja. Ik zit nog in de skill menu, hè, nu. Wat? Ja, dat vind ik ook knap. Ja, ik ben het kistje aan het mee openen. Ondertussen zit ik in de skill menu. Dat is echt belachelijk. Ah ja, ik kan ook in het menu gaan. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Ryze. Listen closely. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing Anderson, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember, Greta is niet echt een vriendelijke vrouw, volgens mij. Ja. Ik hoop dat die recording goed eruit komt. Maar ja, die FPS van net was echt crap, maar... Daar kan ik ook niks aan doen. What the fuck, waarom doet je dat weg, jongen? Is dat dom? Al toevallig. Dan moeten we er dan weer achter dat die slecht zijn en dan moeten die weer gaan vermoorden en dat is al. Ja. Ik heb miljoenen mensen vermoord. Jade, I'm at the airdrop. There's no antis in here. Done? Fuck. Fuck. Alright. Get back here. And be careful. Oh nee, de nachtmees. Dat zijn boze unicorns. Oh shit. They must have heard me. Dit jongen, die heeft hij niet gehoord. Die wel. Ja. Dat doet me denken eigenlijk aan... rennen? Ah, lopen. Lampje! Ja. Zie je mijn lampje ook? Ja. Oké, nice. Nu moeten we aan de dood. Holy fuck. Dat zijn grote mensen. Dat is wel mooi. Jawel. Dat wel. Oh, ze hebben ons ook allemaal doorrokken. Oh, ja, was het een aap? What the fuck, jij was echt net een aapje. Hoe jij over die dingen heen sprong, hoor. Die lamp. Was echt net een aap. Help, ren! Dit kan me nog horen in, dit is wel van de trailer. Oh, dikke explosie, mooi. Oh, oh. Au, 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 kip, kip. Voor mij moeten we echt van de grond op blijven. Ja. Het is echt, de vloer is lava, soort van. Gevorderde edition. Oh, ik heb niet veel HP meer. Heal, ik kan niet meer healen, kut. Ik word alleen niet geraped worden door een van de homo nu. Ah, ja, we zijn zo redelijk kwaad, volgens mij. Oké, nee, er is er nog één. Ik ben bang, help me. Oh, ze zijn ons kwijt, ze zijn ons kwijt. Oké, nou eentje niet. Oh, ja, die deur. Ja, sowieso dat die deur open gaan met iets volgens mij. Of niet? Oh nee. Dat was toen met dingen zo. Ik ben bang, help. We zijn er niet. Weet je dat als we nou naar buiten gaan dat er geen hond meer is? Gelukkig ja. Oh jawel. Ja, wel. Wat is dat? Dat is precies die van de ring, jongen, alleen in het zwart. Hier komt hij nog uit een tv gekropen en... Maar wat de fuck is die aan het doen? Durft hij hier niet naar binnen ofzo? Is jongen, hé, hey, slit, kom eens hier. Ik heb weinig HP, dus ik kan je even niet helpen. Ik ben een medkit aan het maken als dat kan. Uh-oh. Auw. Wat is het, jongen? Komt daar naar binnen, hè? Witzak. Nee, ga maar lopen, jongen. What the fuck, zeg. Miauw. Miauw. Haha. Bezuur die weet het, dacht de hele tijd heen en weer. Miauw. Oeh, dat was niet een beetje. Mensen, miauw, help, 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 iets. Dat is er dichtbij. Au, au, ik heb net mijn HP gefixt, help. Revive mij. Oh. Ik ben dood. You are dead. Serieus, hij had het nog niet door. Help. Ik heb gewoon ook op even gedrukt. Spawn jij weer opnieuw? Of Bobert? Niet? Ja, kun je me reviven? Ik heb nog 15 seconden. 12. Help. Close. Waiting for other players to proceed. Oh my god, serieus? Ah, ik force kill mezelf al. You are dead. Dat is het mooiste. The longer the pursuit, the more effective will start chasing you. Have a next hint. Oh ja, die ben ik ook echt wel nodig. Fuck off, game. We hebben dus geleerd dat we ze niet moeten pisten. Nee, inderdaad. Nicht gameplay. Agility and power points are doubled at night. Oh, dat is wel cool trouwens. Escaping pursuit gives you a big agility points boost. Als serieus, daarmee dat ik niks kon doen. Ik had die tekst gekregen, maar ik moest wachten tot jij die tekst had gelezen. Aha. En as long as you play outside of safe. Ik ga uit die dingen voordat ik verder ga. En ik neem er wel lekker langer over met dat lees. What the fuck, hij is dood! Ik ben hem aan het searchen hier. $166 heeft iemand mee. Hij is hier dood. Oh ja, maar die hij niet. Oh, oh. Hi! Dat mag niet naar binnen. Oh, hij is binnen. Waarom word je niet gechoqueerd? Zeg jongen, raak ons niet aan, jongen. Wij zitten wel in een safe zone. Ja, inderdaad, wordt nog veilig zijn hier. Oh. Ja, hier krijg je shot op de bakkers, jongen. Wat ga je nu doen, jongen? Huh? Ik ga mij in het vuil liggen, waar even vandaan komen. Oh, mijn stamina is op. Oh, die komen er nog meer aan. Help! Oh, fuck. Terug! Wow, wat doet die binnen? Oh, hij brandt dood. Mooi. Of hij heeft ebola gekregen. Ik denk dat hij plotseling ebola heeft gekregen. Ik heb het verbrand in de hel slut. Maar we willen killen. Oh, nee. Oh, dat was echt iets te dichtbij. Oh. Ik heb geen HP meer, help! Oh, het gaat er weer goed, ik heb 25 nu. Dat was echt net op tijd gedodged, jongen. Dat dodge is wel leuk. Dat werkt er goed op zich, dat dodge. Nee. Oh, wat de fuck gaan we er nou mee? Oh. Uh-oh. Ik heb maar 2 HP. Help. Precies, die veden. Met 4 kunnen jullie wel winnen. Hè? Ik wil ze eigenlijk nog een keer alle 3 op mijn afgespeeld. Dus dat het kon. Oh. Dat was iets te vroeg. Ik wou de dingen zeggen. Uh-oh. Oh, maar dat doe ik niet moeilijk over. Oké, misschien wel. Eigenlijk zou ik ze allemaal binnen hebben. Oh. Kom dan! Dat is wel lelijk eigenlijk. Burn, baby, burn. Oh. Oké, ik ben weer dood. Dat is misschien niet handig. Het is wel leuk om ze te plagen. Oh, ik heb geen wapen meer. Dit is kapot. Ik moet hem wel kunnen repairen. Zijn niet meer donker. Ik moet hem even repairen. Ja, jongens, ik moet even... Oh. Goddammit. Oh. Ik moest repairen, zei ik. Laat me met rust en... Auw. What the fuck is dit onder de grond? Ik zit in de muur. What the fuck? Ik heb maar 3 HP. Nou, maar ze doen jou niet wat. We zijn lief. Nee. Nee? Wat doen jullie? Auw, mij wel. Ik heb ook 3 HP. Dan ga je rap naar 25. Ja, klopt. Oh shit, dat is eng, jongen. Wat? Je schaduw staat gewoon achter u. Even. Kom eens waar ik sta. Even wapens equippen. Wat hè? Dan moet jij kijken met je flashlight naar mij. Dan moet jij een beetje naar links stappen en naar rechts stappen. Die schouder die pakt gewoon echt achter u. Ja, van jou. Jouw character ja? Bedoel je? Ja, ja, nee, dat klopt. Nee, ik dacht dat opeens die lui of zo tevoorschijn kwamen. Dat is niet tegen de muur of zo, dat plakt echt gewoon achter u. Ah, oh zo! Ah ja! Dat is inderdaad verneukt op de muur. Dat zit niet op de muur, inderdaad. He? Vooral als ik naast hem sta. Een centimeter achter u. What the fuck? Val, Kim. Wat moesten we doen? Is dat zo goedkoop? Oh ja, we moesten naar boven. Nvidia, hè? Nvidia Shadows. Nou, maar ja, dat is niet door Nvidia toegepast, dat is door die Mongols toegepast. Ja. Oh kijk, het water! Het glimt nog net zoals altijd! Oh, dat is echt een merelschij, jongen. Wie? Die? Oh ja. Dat is ook een gaylord, jongen, die zegt, I don't want to know. Oh, disco. Ja, de lucht in. Komen er van die zwarte haren over, hè? I made it in one piece. Now I know how Brecken must have felt running it. Ook fijn dat het later zo snel gaat, dat ik gewoon een hele ding is skipt. Zeg belachelijk. Jij weer terug naar 104 FPS en 140 enzovoort. Het fijne land, het FPS land is dit. Ja, dit is FPS land.